Hey kijkers van TGNL, alsof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Minecraft Java Edition. We gaan weer lekker verder. Ik ben al een tijdje bezig behind the scenes, want ja, weet je, waarom zou je nou eigenlijk niet bezig zijn? Ik merk trouwens dat ik last heb van 30 frames per seconde. Tenminste, ja, jullie natuurlijk nog wel, maar ik niet meer. Dat is hartstikke mooi. Welkom bij Minecraft 1.12.2, oftewel Minecraft Java Edition. Balalala. Ik ben al een tijdje bezig met mijn huisje te upgraden. Ik ga vandaag lekker verder met een aantal dingetjes die ik hiermee wil gaan doen. Ik wil sowieso even kijken of ik stone bricks kan fixen. Want ja, dit kobbel en zo, dat vind ik allemaal wel leuk en zo. Maar I don't know, man. I don't know. Ik vind stone bricks tot op de dag van vandaag nog steeds mooier. Dus ik ga vandaag gewoon even fixen dat we wat meer kool hebben. Nou ja, we hebben wel kool. Sterker nog, we hebben meer dan genoeg kool. We hebben best wel veel iron, zoals je ziet. Dus ja, dat is wel wat. Ik ga vandaag dus wel even regelen dat we stone bricks hebben. En daarvoor hebben we dus wat meer stone nodig. Dus ik ga vandaag gewoon even de mine in. En dan gaan we fixen dat we stone hebben. Klinkt logisch, toch? Ja, dat is best wel. Oké, laten we gewoon beginnen. Destroy the tree. Ja, fuck jou. Ik hoef dat helemaal niet te doen. Ik heb voor de rest eigenlijk vrij weinig te vertellen deze episode. Nou ja, ik heb misschien wel wat te vertellen, maar ik weet niet of dat het echt heel erg interessant is voor deze video. Ik ga dit trouwens wel even weghalen, want dit is echt verschrikkelijk. Als dat je hier zo langs wil lopen en je wil eventjes die kant op, bijvoorbeeld, dan moet je echt gewoon... Dan moet je springen en dat is best vervelend. Dus eigenlijk ben ik gewoon te laat. Oh god. Krijg ik ook dat weer. Hoppakee, autojump. Oké, FCO's. Heb ik een fucking... ding. Nee, ik heb geen eens een blokje hout bij me of zo. Handig, handig. Laten we in ieder geval eventjes hier naar boven lopen. Even kijken wat we hier allemaal tegenkomen. Want ik ben volgens mij hier nog niet geweest. Nee. Ik ben best wel ver gekomen met deze mine. Kijk, huppakee, nog meer iron. Nice. Iron is echt hartstikke handig, deze serie. Het is eigenlijk sowieso wel handig in wat voor Minecraft video, Minecraft ding je ook zit. Maar goed, oh kijk eens. Nice. Er zit echt best wel wat iron bij elkaar hier. Dat is handig, want op die manier kunnen we namelijk echt ontzettend veel verschillende dingen doen. Ik heb nog helemaal geen gear, zoals je ziet. Dus dat moet ik eigenlijk wel even fixen. Ik heb geen eens een iron zwaard, bedenk ik me net. Heb ik überhaupt mijn Minecraft wel op peaceful? Ja, ik heb mijn Minecraft gewoon op peaceful staan. Ja, dat gaan we later in deze serie nog wel even fixen hoor. Maar voor vandaag hou ik het nog wel even zo. Want ja, ik heb gewoon even geen zin om nu nog last te krijgen van creepers en zo. Ik heb geen crafting table bij. Ongelooflijk. Oké, ja, deze wil ik eventjes uit de weg halen. Ik zweer het je, dit is echt verschrikkelijk. Op het moment dat je een crafting table nodig hebt, heb je hem even niet bij je. Dat is super handig. Ik heb geen eens hout bij me. Man, man, man. Oké, ja. Dit wil ik sowieso wel even wegwerken. Dus dat gaan we wel even doen. En ik weet, ja, ik heb toortjes, maar I don't care. I don't fucking care. Ik haal dit hier gewoon even zo met de hand weg. Hoppakee. Oh, kijk. Er zit hier nog een gangetje achter. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Er valt nog een hele hoop te ontdekken hier, maar voor vandaag is het eigenlijk gewoon het belangrijkste dat wij, hoe heet het, ons huis in hier gewoon een klein beetje kunnen maken met stone bricks. Volgens mij was het deze kant op om weer terug te komen met mijn huisje. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Er zijn hier zoveel wegen waar je naartoe kunt gaan dat je op een gegeven moment gewoon verdwaalt. Dat is pittig vervelend. Maar gelukkig heb ik heel erg veel torches en ik heb ook een zwaard bij me, dus... Niet alsof ik het nodig heb, want ik heb mijn Minecraft op peaceful staan. ja, volgens mij was het dan toch echt deze kant op. Of niet? Ik zie hier water. Ik ben de weg naar mijn huis kwijt. Nee, dat ga je niet menen. Dat ga je menen. Oh, ik zie daar nog een gang. Hoeveel gangen zijn er wel niet in deze cave? Even serieus. Dit is echt gekke werk. Was het dan deze kant op? Volgens mij wel, hè. Was het hier? Ja, kijk, het was hier. Oh ja, kijk, ik heb hier ook een dungeon gevonden met een mob spawner. Die moet ik eigenlijk wel even weghalen. Maar ik heb hier zadels, ik heb hier allemaal shit. Ik heb het hier eigenlijk best wel geloot.
Oh, kijk. Ik ben gewoon weer de weg... Was dat hier? Ik weet het niet. Ah ja, kijk. Het was wel hier. Kijk, er is hier ook gewoon lava. Dus vandaar dat ik heel eentje zoiets had van... Was het wel hier? Maar goed. In ieder geval... Ja, ik zeg al heel erg vaak in ieder geval volgens mij in deze video. Het begint alweer, jongens. Ik ben alweer bezig. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat ik gewoon niet meer kan stoppen met in ieder geval te zeggen. Lijkt een klein beetje als Rick van Serpent gameplay, maar... laten we daar maar even niet te veel over hebben. Dat ik in dat opzicht een beetje lijk op Rick van Serpent gameplay. Krijgen we dat gezeik weer? Ja, Koen, je steelt van een bepaalde YouTuber! Nee, joh. Natuurlijk niet. Tegenwoordig stilt letterlijk iedereen van YouTube. Dus ik weet niet waar dat opeens vandaan komt allemaal. Dat gezeik. Laat ik in ieder geval eventjes... Oh lol, ik ben gewoon in de cave geweest met mijn music disc. Dat is niet echt handig. Ik wil wel wat meer sticks hebben. Laat ik ook wel eventjes al mijn hout meenemen. Zo. Huppakee. Ik wil namelijk nog wat meer torches. Want dan kunnen we daar ook weer eventjes wat langer mee. Ik wil een nieuwe pickaxe. Ik moet nog steeds diamond vinden, bedenk ik me net. Ik heb nog helemaal geen diamond gevonden in deze wereld. Wauw, dat is best wel bad eigenlijk. Zo. Een nieuwe pickaxe. Deze kan ik hierin stoppen. En laten we weer terug in de mine gaan. Ja, de reden waarom ik heel eventjes op avontuur ga in de mine, nogmaals, is omdat ik op zoek wil, omdat ik stone bricks wil hebben om mijn huis van te maken. Want het ding is, zeg maar, die stone bricks, die vind ik persoonlijk heel erg mooi. En daar kan je gewoon echt hele toffe dingen mee bouwen als je het eenmaal allemaal bij elkaar hebt verzameld. Dit wil ik trouwens wegwerken. En ja, ook voor de cobblestone, maar ook gewoon omdat het in de weg staat. En ik heb daar gewoon geen zin in. Het staat ook best wel lelijk eigenlijk. Maar in ieder geval, waarom staat dit hier? Ik heb er geen idee. Oh ja, waarschijnlijk komt dat omdat ik daar ooit lava had neergezet. En omdat ik gewoon last had van lava. Hier heb ik trouwens helemaal niks te zoeken. Nou ja, ik heb hier wel wat te zoeken. Ik wil namelijk deze kobbel even mee hebben. Deze dirt. Waarschijnlijk ben ik bijna bovengronds op dit punt. Dus ja, waarschijnlijk komt het daardoor dat er hier zoveel dirt opeens ligt en zo. Maar het staat in ieder geval best wel lelijk. Hoeveel kobbel heb ik? 45. Dat is bij lange na nog lang niet genoeg. Maar ja, stone bricks. Ik wil gewoon mijn huis voor het grootste gedeelte van zowel hout als stone bricks hebben. En daar heb je dus best wel veel stone bricks voor nodig. Volgens mij heb ik dat ook alweer te veel gezegd in deze video. Ik zeg dingen gewoon te veel in mijn video's. Heb je het door? Maar goed, in ieder geval... Shit, gaan we weer. Oh, godsamme man. Oké. Okay. Het maakt ook eigenlijk niet al te gek veel meer uit. Ik heb eigenlijk ook niet zo erg veel te zeggen in deze video. Waarvan dat ik lapis lazuli bij me heb. Waarom heb ik dat in mijn inventory? Ik wil trouwens dat flint wel even wegwerken. Zo. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk mobs zien spawnen hier. Want ik heb echt veel te vaak meegemaakt in wat voor een wereld ik ook zit. Dat ik last kreeg van mobs. En dat ik op een gegeven moment gewoon 100 zombies in mijn nek had. En dat ik dan vervolgens, weet ik veel, dood ging omdat er een creeper in mijn nek wilde hijgen ofzo. Want dat heb ik echt... De vorige keer dat ik een survival serie had, dat was volgens mij op de TGNL survival server met whitelist. Ja, die ken ik nog. En toen had ik op een gegeven moment echt wat iets van 8 mobs of zo bij elkaar. Ik had 2 zombies volgens mij. 3 skeletons en een paar creepers waren ook in de buurt. Oh ja, en een mini zombie die mijn progress een beetje tegenhield, zeg maar. Dus ja, dan ben ik daar ook weer door dood gegaan. Ik loop echt alleen maar rondjes hier, oh. Deze mine is echt een en al rondjes lopen. Doe me een beetje denken aan de internetgekkie, de rondjesman. Ja, ik loop alleen maar rondjes. Elk rondje is anders, weet je wel. Oh man, ik hou van die gast. Ik hou van die gast. De internetgekkies zijn echt fantastisch. Ik kan er wel om lachen. Zo. Laten we dit eventjes uitkappen. Ah, kijk eens. Lapis lazuli. Lapis lazuli. Ik ben daar blij mee. Die lapis lazuli, die kan ik... Oeh, goud.
Goud verandert alles. Goud, 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 goud. Dat goud, dat is best wel nice. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet of dat ik er blij mee moet zijn of zo, maar... Ik ben in ieder geval blij dat ik überhaupt wat kan vinden hier al. Aan waarde. Het goud is best wel wat waard als dat je er iets mee kan doen. Als dat je iets vindt wat je ermee zou kunnen gaan doen, dan is het best wel handig om te hebben. Ik vind hier trouwens een mine, een cave systeem. Holy shit. Ah, kijk eens, nog meer iron zie ik hier, heel toevallig. Nog meer coal zag ik hier ook nog. Kijk eens. Kijk, ja, ik wou net zeggen, zat er nou echt één blokje coal? Nee, dus. Er zit echt best wel wat achter hier, zie ik al. Holy shit, het is echt fucking veel. Ik heb volgens mij ooit wel eens een keertje een hele stack coal op één plek gevonden. Was best wel gek, huis. Ik heb echt gewoon best wel veel coal op één plek gevonden. Dus ja. Dat bedoel ik zeg maar niet in één cave, maar echt gewoon in één blok, zeg maar. Dus. Zo. Kijk. Iron. Het wordt eigenlijk wel een keer tijd dat ik ergens ga stripminen. Dan kan ik namelijk ergens, weet ik veel, diamonds gaan zoeken bijvoorbeeld. Want die diamonds die zijn best wel nice. Als je die eenmaal bij je hebt en je kunt eenmaal een diamond pickaxe maken, dan kun je nog wel even overweg met je shit in de mine. Ik heb wel eens een keer een YouTube-serie gezien. Dat heette The Minecraft Family, was dat volgens mij. Van ene Chris en de Mike. Zoals hij zichzelf noemt op YouTube. Ik weet niet waar hij die naam vandaan heeft, maar... Oké, is een leuke... Zo op zich best wel een geinig naampie. En die gast die heeft gewoon serieus wel eens een keer... in zijn serie gewoon zijn vader, zijn zusje en zijn moeder zat er op een gegeven moment zelfs bij. die zaten echt zo van... Wat heb je... waarom zou je tools maken van diamond? Of waarom zou je armor maken van diamond? Helpt niet echt veel. Jawel, want als je gear maakt van diamond... Nou ja, dat was nog wel in de tijd... Dat was nog wel in de tijd dat Minecraft beta nog een ding was. Dus op zich, ik weet niet. Maar met iron heb je tenminste nog wat... Met armor heb je tenminste nog een beetje meer bescherming als wat je nu hebt. Ik heb nu dus echt letterlijk geen armor aan. Dus ik ga waarschijnlijk het makkelijkst dood hier. Op welk niveau zit ik? Op niveau 30. Oké. Oh, goud. Goud verandert alles. Goud verandert de manier. Oké, godsgloeiende. Ik word echt helemaal gek van die bats. Sterf. Huppakee. Ik zweer het je. Die beesten die zitten echt alleen maar in de weg hier. Dat is verschrikkelijk. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig trouwens met deze episode? Waarschijnlijk best wel lang, hè? Ah joh, laat maar zitten. Ik ga gewoon even wat langer door. Maakt niet uit. Ik ga sowieso best wel lang door in deze video's. Dus, waar heb ik het over? Oké. Oh, wie zit er op WhatsApp tegen mij? Talala. Ik ga gewoon nog even kijken wie op WhatsApp tegen mij zit. BroniesNL. Allemaal BroniesNL shit hier, oh. Dus... Sending you a hug, kreeg ik zo net binnen. Dat is toch geinig. Maar ja, ik zit dus tegenwoordig in een BroniesNL WhatsApp groep. En daar krijg je dagelijks echt honderden berichten van. Dat is echt verschrikkelijk. En op het moment van opname zijn ze ook bezig met de première van de My Little Pony film in Duitsland. In Oberhausen. Zijn de Nederlandse bronies hebben daar een mini-meet georganiseerd. Of tenminste, de Duitsers hebben daar een mini-meet georganiseerd. Dat ze om te vieren dat de... My Little Pony film uit is. En dan gaan ze hem in Duitsland in het Engels vertonen. En wat dan zeg maar het leuke daarin is. Is dat de Nederlanders ook van harte welkom zijn. Om daar naartoe te gaan. Nou ben ik dus zo'n skeer gast die geen geld genoeg heeft om daar naartoe te gaan. Dus ja. Ik heb dus zeg maar niet daar naartoe kunnen gaan. Dat is heel slecht Nederlands. Ik weet het maar. Het gaat om het idee, ik kan daar dus niet naartoe. En zij zitten daar dus nu allemaal die Engelse voorvertoning van de film te zien. Of de Engelse première in ieder geval. En ja, zit ik hier met de Nederlandse versie van My Little Pony, Friendship is Magic, de film. En laten we daar even heel eerlijk zijn. De Nederlandse uitvoering van My Little Pony in het algemeen. Zowel de eerste generatie als deze generatie, de vierde generatie.
zijn allemaal best wel slecht. Ik weet trouwens niet waar ik nu helemaal heen ga. Ik zit nu in een ravijn volgens mij. Ja, dat is een ravijn. Het is best wel gevaarlijk hier. Ik denk dat ik dat lavapoeltje wel even dicht moet gooien. Maar ik wil even kijken hoe ik dat het beste ga doen. Ja, niet op deze manier in ieder geval. Oké. Dit wel even weghalen, zo. Dan gaan we pickaxe zo meteen kapot. Nou, we hebben toch wel redelijk veel shit kunnen halen. Wij gaan terug naar het huisje. Want wij hebben meer dan genoeg shit verzameld hier al. Hier ligt nog wat kool. Ja, ik weet niet, man. Ik denk dat het eigenlijk zo wel goed is voor dit mine-avontuur. Ik ga weer helemaal de verkeerde kant op. Is het hierheen? Nee, dit is echt volledig donker. Oké. Dan moeten we daar misschien nog wel een keertje op terugkomen. Ga ik sowieso nog wel een keer doen. Ik ga hier sowieso nog wel een keertje heen naar deze grot. Was het hierboven ergens? Waar was het ook alweer? Ik weet het niet meer en volgens mij ga ik weer eenmaal de verkeerde kant op. Ik loop gewoon weer terug bij waar ik net was. Dit doe ik heel even een lichtpuntje neerzetten. Oh mijn hemel, ik ben verdwaald. Ik ben nu echt verdwaald. Ik ben nu echt verdwaald. Ik heb wel genoeg cobblestone. Grappig. Oh kijk, hier is het. Laten we hier dan gelijk wel even een mooi trappetje neerzetten. Want anders dan kom ik hier echt nooit meer terug, denk ik. Zo. We hebben hier meer als genoeg cobblestone weten te verzamelen voor redelijk wat stone bricks, heb ik het idee. Dus wij gaan nu even terug naar het huisje. Wij gaan stone bricks smelten. En ja, dan ga ik mijn huis buiten de opnames maar gewoon even verder maken. Want ja, om mij te zien bouwen, dat is zo saai, vind ik dat altijd. Ik vind het altijd zo saai om te zien hoe mensen bouwen. Of zo. Ik weet het niet. Oké, ja, dit wil ik sowieso wel een keertje fixen. Waar was mijn huis ook alweer heen? Hierheen? Dacht ik? Ik weet het niet meer, joh. Het is allemaal zo groot hier. Even kijken. Was het hier ergens? Het was sowieso wel deze kant op ergens. Want, ja, kijk, het is hier. Meestal als ik dat paadje zie daaronder, dan weet ik wel van, ja, ik moet die kant op. Dus ja, dan gaan we eventjes naar boven. Dan gaan we even mijn shit in de oven gooien. En dan gaan wij, weet ik veel, de aflevering afsluiten. Want we zijn alweer veel te lang bezig. Even kijken. We hebben best wel veel toortjes er doorheen gegrapt. Holy shit, het is best wel madness eigenlijk. Als ik er zo over nadenk. Even kijken. Huisje in. Ja, dank u wel. Dit erin. Dit eruit. Dit erin. En ik moet wat meer ovens hebben. Heb ik hier kobbel? Nee, natuurlijk heb ik hier geen kobbel. Tot moet ik mijn kobbel gaan opmaken. Godsamme. Oké, ik heb genoeg cobblestone voor best wel wat stone bricks zometeen. Dus dat scheelt ook weer een hele hoop. Mijn huis wordt mooi. Wordt heel erg goed. Wordt heel super dupertje tof. Oh, wacht even. Ik bedenk me net, ik ga echt iets heel erg tofs doen. Ik ga een stokje pakken. Ik ga wat houten plankjes plakken. Plakken of zo. What the fuck? Oké. Zo. Een bordje. Ja. Deze noemen we gewoon kist met spul. Of zo. XD. Oké. Dan gaan we hier een bordje plaatsen met allemaal isjes erbij. Hoppakee. Mr. Koenkist woning. Alsjeblieft. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Oké. Hoppakee, dat zit ook weer even helemaal goed. Hebben we dat ook weer gedaan. Dit bordje bewaren we voor later. Gravel en zo. Ik weet niet wat ik met dat gravel ga doen. Ik weet wel wat ik hier ook ga doen. Ik ga hier een paadje aanleggen. Van 3 breed. Ja. En even kijken wat we hier dan aan de zijkant gaan doen. Ik denk hout. Maar dan moet ik wel even kijken wat voor soort hout. Wat voor hout heb ik? Ik heb momenteel ook wood. Moet ik wel even kijken of ik dat een klein beetje mooi vind. Want dat is ook wel even een ding. Het kan mooier denk ik. Ik denk niet dat ik het hierbij hou.
Laten we eventjes dat weghalen. Dat ziet er niet uit. Heb ik hout? Toppie! Heb ik echt al mijn hout opgemaakt? Fantastisch. Ik moet weer hout hebben, jongens. En ik heb geen... hoe heet het? Ik heb geen bel. En ik ben te lui om dat hout gewoon met de hand weg te hakken. Maar ik ben niet te lui om dit weg te hakken. Goeie smoes. Wat een goede smoes is dat. Ik heb geen idee wat er allemaal gaande is. Je merkt het alweer. Ik denk dat het gewoon een beter moment is. Dat dit het perfecte moment is om de aflevering af te sluiten. Want het slaat alweer helemaal nergens op wat ik hier allemaal aan het doen ben. Ik bedank u allen voor het kijken naar deze video. Als u ervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En als je nog meer van dit soort geweldige gaming video's wilt zien, abonneer dan even op TwoGaming.nl voor wekelijks geweldige gaming content. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later!